Voor de tweede koers spreken we opnieuw met André Bakker. Hij is nu de rijder van Fendi Dravid. Paard dat de tweede werd in de Troost Derby. Werd toen net op de streep nog teruggepakt door Floyd Stardust. Dan betekent dat eigenlijk dat je hier op de baan van Groningen veel makkelijker koers zou hebben als dat je daar had. Ja, klopt. En hij heeft hier al een keer gelopen, dus hij kent de baan. Hij was vier in de sweepstakes. Dus hij heeft geen probleem met de baan. Ik heb hem net al voorgereden. Dat ging allemaal goed. Dus we hebben hier hoge verwachtingen van. Hoge verwachtingen, dat vermaak ik dan zelf even, dat dat een eerste kans is om hier ermee te winnen. Ja, zeker. Dank je. Deelnemers, start vrij. Tweede koers van vandaag, dames en heren, is de Hotel Café Restaurant het gemeentehuis Bedenprijs. Paarden gaan zich opstellen achter de startauto. André Bakker won de eerste koers, hij is ook favoriet in de tweede koers met paard nummer 4 Fendi Dravid. De auto is op 100 meter van het startpunt. De start is gevallen. Fendi Dravid snel weg in het midden van de baan. Aan de relingzijde gaat Eagle Meersval mee. Aan de buitenkant daarnaast gaat mee Classic Woldhoeven. Drie paarden op één lijn op weg naar de eerste bocht. En in het midden van de baan is Fendi Dravid Eagle Meersval nog niet voorbij. Eagle Meersval is als eerste bij de bocht. Fendi Dravid ligt daarnaast. Daarachter Qatar. Galoppade in de bocht van Classic Woldhoeven. Ze gaan de paarden de eerste bocht door. Eagle Meersval houdt de leiding. Fendi Dravid wil nu al achterin parkeren. Gaat ook lukken waarschijnlijk. Qatar ligt op plaats 3. Vierde plaats daarachter is voor Eagle Transair. En vijfde aan de buitenkant is Candy Boko. Daarachter ligt Seron op plaats 6. En zevende is Felten Secretaria. Helemaal aan de buitenzijde gaat Alexia Boshoeven naar voren. Zo komen de paarden voor de tribune langs. Als ze de finish passeren nog maar één ronde te gaan. En er wordt vooraan flink gas gegeven door Eagle Meersval. Eagle Meersval daarachter op plaats 2 blijft aan de buitenkant. Fendi Dravid. Daarachter aan de relingzijde kan u opschuiven. Eagle Transair. Vierde plaats voor Qatar. Vijfde Seron. Zesde Candy Boko. Zevende in het tweede spoor Zoe W. Achtste nu aan de relingzijde is Alexia Boshoeven. Negende is Felten Secretaria. Tiende is Eristof Blue. En elfde en laatste van het peloton is Daisy van Kamstra. Paar lengte achterstand voor Classic Woldhoeven. Zo gaan de paarden voor de laatste keer de rechte lijn over zijde in. En Eagle Meersval leidt nog altijd makkelijk. Fendi Dravid daarnaast. Door het derde spoor komt nu de aanval van Candy Boko. Candy Boko gaat drie dik naar voren. Dat heeft Bakker ook gezien. Maar Bakker hoeft hem alleen maar op te vangen. Want hij zit al in het tweede spoor. En hij gaat nu voorbij aan Eagle Meersval. Eagle Meersval wordt bedankt voor bewezen diensten. Maar valt nog niet helemaal terug. Houdt er nog een voorbeen tussen. En dus moet Fendi Dravid nog wat gas bijgeven voor die bocht. Als hij de bocht in het eerste spoor wil ronden. Paarden gaan de laatste bocht nu in. En hij is er langs. Fendi Dravid heeft de leiding overgenomen. Eagle Meersval ligt tweede. Aan de buitenkant komt Candy Boko sterk op. Daarachter ligt op plaats 4 inmiddels Qatar. Zo zijn de paarden halverwege de laatste bocht. Helemaal aan de buitenkant komt nu ook Eristof Blue naar voren. Maar die springt daarbij weg. Zo gaan de paarden de laatste bocht door. Wordt vroeg gesprongen. Nummer 6 gaat op. Candy Boko neemt nu de leiding over. Candy Boko aan de binnenkant, Fendi Dravid. Jan Voren tegen André Bakker. Voren of Bakker aan de buitenzijde heeft Voren nu voordeel. Candy Boko helemaal aan de buitenzijde komt Eagle Meersval nog een keer terug. Candy Boko gaat hem winnen. Candy Boko de winnaar. Candy Boko tweede plaats voor Fendi Dravid. Derde is Eagle Meersval. Nog net niet op het gras. De vierde plaats voor Eristof Blue.